Feta feti kiwi. Taki grand tangi. Wij eisen per 1 juli 2023 een voorschot op een vergoeding van 400.000 euro per nazaat van de tot slaafgebakten van Suriname. Dat is een eis die gesteld is dat er minimaal 400.000 euro per nazaat uitgekeerd moet worden met een voorschot te beginnen van 50.000 euro. We gaan natuurlijk rond de tafel zitten en kijken hoe deze gelden aanbesteed zullen worden. Het gaat niet zo 1, 2, 3. Maar er moeten banken komen of samenwerkingen met banken. Projecten moeten er zijn. Je kan iemand geen 50.000 geven. En dan, zelfs als je de loterij wint, moet je op je beurt wachten. Wat denkt u daarvan? Mevrouw, daar moet je niet bij mij zijn. Want hoe ga je dat uitrekenen? Hoe gaat elke nazaat geld krijgen? En een heleboel nazaten in Suriname zijn ook nazaat van de slaven-eigenaar. Dus hoe dan? Ga je van die ene broekzak in die andere broekzak zetten? Nee. Maar dit is mijn mening. U vraagt naar mijn mening. Ik ben van mening dat niemand geld in zijn zak hoeft te voelen. De Surinaamse gemeenschap, de totale Surinaamse gemeenschap. En niet eens iedereen uit de Surinaamse gemeenschap. Vooral de sociaal zwakkeren. Vooral die mensen die in de achterstand leven. Die meneer heeft het zo net zo mooi gezegd. Opleidingen, vakopleidingen voor de jongens daar die niets hebben geleerd. He? Voor hun. He? Dus, en het maakt niet uit of ze Hindoestaan, Javaan of Chinees, dat maakt niet uit. Voor de totale Surinaamse gemeenschap en vooral voor de sociaal zwakkeren die nog steeds in achterstand leven. Daarvoor moet het zijn. Nogmaals, persoonlijk geld in de zak, ik geloof daar niet in. En ik eis dat ook niet en ik vraag dat ook niet. Een mensenleven kan je niet in geld uitdrukken. En dat betekent dus dat je op een bepaald moment komt tot... In welke termen moet je denken? Wij denken niet in honderden miljoenen. We denken dat er een fonds moet komen uiteindelijk dat gaat liggen in termen van miljarden. En daar willen we over praten. Als er middelen vrijkomen, ik hoop het, als er middelen vrijkomen om die achterstand in te lopen, dan is dat wel voor de totale Surinaamse bevolking. En ik weet ook precies hoor, wat ze zouden kunnen doen. Wilt u dat ook van me horen? Ik vind vooral dat in de eerste plaats een geweldig sociaal volkswoning beleid moet op gang moet komen en dat Nederland geld moet geven voor bouwen van volkswoningen, sociale volkswoningen. Dat wil zeggen dat iedereen die zelf geen huis kan betalen of huur kan betalen, moet in aanmerking komen voor zo'n woning. Zodat alle mensen, jongeren, ouderen, van alle bevolkingsgroepen in staat zijn om in een fatsoenlijk huis te wonen. Dat zou als eerste moeten gebeuren. He? Het maakt niet uit voor welke bevolkingsgroep. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt. Alle sociaal zwakkeren. Nog een ander ding wat Nederland zou moeten doen met hun geld. En ook met hun deskundigheid. Is deskundigheid en geld sturen. Om de waterhuishouding in orde te maken. Zodat Paramaribo niet meer onderloopt bij elk regenbuitje. Dat is ook iets voor alle mensen. Een goede waterhuishouding en een goede rioleringssysteem. Dat moet Nederland voor ons doen. Dat. Hè? En nog iets. Infrastructuur. Alle wegen, alle dingen. Dat is wat dan de totale samenleving ten goede komt. Hè? Dan kunnen er nog een heleboel andere kleine projecten zijn. Zoals slavernijmuseum en maronagemuseum en zo. Maar deze grote basisdingen. En wij, alle Surinamers, moeten dit, denk ik, aanvaarden en het goed houden en goed maken samen. Zodat ons land Suriname voor ons allemaal een goed land kan worden. Een land waar wij met graagte in zijn en willen zijn.